thema van deze avond is Superbia. Latijn voor onder andere trots. We beginnen met onze talkshow Superbia. Hoe kun je het onderwijs nog meer verbeteren? En hoe kun je studenten nog meer leren ook wat er eigenlijk te halen valt? Nou, ik heb mijn eigen bedrijf, Suits for You TaylorMade, opgericht. Waarin ik maatpakken maak voor dames en heren. Waarin ik echt alles zelf maak. Ik denk dat mbo-studenten vaak nog niet goed doorhebben hoe waardevol ze eigenlijk zijn. En hoe trots ze mogen zijn op dat wat zij al doen en kunnen. Geef ze een groot applaus, hier zijn ze voor het Tableau Vivant. En zo gedreven te zien met passie, wat ik net ook zei, dat is echt heel erg motiverend en inspirerend. Dus dat is echt super. Nou ja, dat ze echt als toch wel zelfverzekerde jonge professionals hier vandaan gaan. En dat vind ik echt fantastisch om te zien. Bij zo'n diploma-uitreiking word ik ook altijd een beetje emotioneel. Ik denk dat de mbo'er veel meer vindingrijkheid heeft. Dus hij denkt veel minder binnen bepaalde kaders of binnen bepaalde structuren. Mm-hmm. Daar zijn ze veel vrijer in. Ja, zeker vakmanschap en ervaring is al genoemd, maar zelf ook zelfstandigheid. Als in, ze kunnen van begin tot eind iets maken. Ze kunnen een concept bedenken, het uitvoeren en het presenteren en niet alleen maar bedenken. En daar doen we een strik omheen. Mag ik een applaus voor de gasten?